werk momenteel 19 jaar bij Hartog en Bikker. Mijn functie als regelcentrummedewerker houdt in dat ik het overzien en in goede banen leiden van de productielijnen van de brouwerij. Het klaarzetten van binnenland- en exportvrachten voor de supermarkten onder andere. Het aansturen van heftruckchauffeurs, pendelchauffeurs, onze robots, de laser-guided vehicles die door het magazijn heen rijden. Een stukje warehouse management en ontvangst van goederen. Mijn werkweek ziet eruit, ik werk 2 vroege diensten, 2 late diensten, 2 nachten en daarna ben je 4 dagen vrij. De uitdaging in het werk zit hem juist dat er elke dag uitdagingen zijn om aan te gaan. De diverse taken die je moet doen, de diverse stromen die je in de gaten moet houden, de targets die je moet halen als team zijnde. Ja, daar zit wel de uitdaging in. Ja. Om mijn werk goed te kunnen doen moet je stressbestendig zijn. De situatie kunnen overzien en oplossingen kunnen bedenken. Ik ben tevreden aan het eind van mijn shift als ik met een goed gevoel mijn werk achterlaat en alles onder controle heb. Ik heb het goed voor elkaar bij Hartog en Bikker omdat ik mijn 19-jarige werkervaring goed kwijt kan. En wij een hecht team hebben en we allemaal gefocust zijn om zo goed mogelijk werk te leveren. Jij zou bij Hartog en Bikker moeten komen werken omdat je doorgroeimogelijkheden hebt. Het dynamische bedrijf is altijd in beweging, je talenten kwijt kan en wij een heel hecht team hebben waar we mee werken.